Om een stoel juist af te stellen, moet je altijd beginnen met te kijken naar je ellebogen. Je ellebogen moeten op de leuning liggen, ontspannen. En dan moet er ongeveer een hoek van 90 graden in je ellebogen zijn. In dit geval mogen ze een beetje lager. Zoiets gaat voor mij perfect zijn. Dan de tweede stap die je moet gaan kijken is dat elleboogsteunen in het verlengde van je bureau zijn. In dit geval staat de stoel te laag. Dus we moeten de stoel omhoog gaan zetten. Dus dit gaat perfect zijn. Moest het dan zo zijn dat je voeten niet meer goed gesteund op de grond kunnen staan, dan kan je daar natuurlijk altijd iets onder gaan zetten. Een schuin plankje, een gewoon verhoogje, desnoods zelfs een pak papier. Dat kan soms al voldoende zijn. Dan ga je kijken of de natuurlijke kromming van de rug, of dat die goed ondersteund wordt. Dus je moet gaan kijken of je zoveel mogelijk contact maakt met je rug. In de leerstoel is het zo dat hier een stuk aan zit dat er mooi in omlaag geplaatst kan worden om de juiste setting voor je natuurlijke kromming te onderhouden. Dit gaat voor mij goed zijn. Dan moet je gaan kijken naar het toetsenbord. Het toetsenbord moet altijd recht voor je neus liggen, dat je altijd met gesteunde ellebogen kan werken. Dus het toetsenbord, moet altijd kijken naar, niet naar de cijfers gaan kijken, want dat is natuurlijk, die gebruik je natuurlijk niet zoveel als de gewone letters. Dus de gewone letters recht voor je neus. Voor de muis moet je altijd zien dat je genoeg ruimte hebt. Dat je niet zo moet gaan werken, maar dat je volledig over het bereik kan gaan werken. De muis moet je niet kunnen gebruiken vanaf je elleboogsteun, want die gebruik je natuurlijk niet zoveel als een toetsenbord zelf. Een toetsenbord, zoals hier in het voorbeeld, moet plat blijven liggen. Dus niet omhoog zetten met die clipjes. Dus gewoon plat is het beste. Dan moet je niet de hele dag je hand omhoog houden, zodat je die spieren niet zo makkelijk gaat overbelasten. Je scherm moet, de bovenkant van het scherm moet op ooghoogte zijn ongeveer. Die mag je bij mij misschien ietsjes hoger, maar het gaat wel. Bij voorkeur zou ik hem nog een beetje hoger zetten. Als je met twee schermen werkt, dan moet je kijken of je één scherm meer gebruikt dan het andere scherm. Als je één scherm significant meer gaat gebruiken, dan moet je zien dat scherm recht voor je neus staat. Als je met twee schermen gaan werken, dan moet je kijken, natuurlijk, als je die evenveel gebruikt, dan kan je best het midden nemen van de twee schermen. Goed, als je met papieren werkt, denk met de hoofdtippen bijvoorbeeld, dan leg je dat niet hier, want dan moet je natuurlijk de hele tijd gaan draaien met je hoofd. Natuurlijk, bewegen is goed in je nek, maar als je de hele dag naar dezelfde kant gaat bewegen, dan ga je natuurlijk verkorting krijgen van de spieren aan deze kant. Want natuurlijk ga je niet je papieren aan deze kant kunnen leggen, want hier zit je met je muis. Natuurlijk in de context dat je rechtshandig bent, anders is het net andersom. Dus verkies dan natuurlijk om een evenwicht te creëren, om een middellijn te vinden. Dus beter is het om de papieren hier te leggen, eventueel op het schuin plankje, zodat ze echt letterlijk in het verlengde van het scherm kunnen gebruikt worden. Voor de afstand tussen je onderbeen en de stoel, het einde van de stoel, moet je zien dat je ongeveer één vuist ertussen kan steken. Dat is de juiste afstand. Daar houdt ook rekening met de lengte van je bovenbeen. En natuurlijk, de lengte van je bovenbeen staat meestal in verhouding met de dikte van je vuist. Eventueel kan je hier de elleboogsteunen nog breder zetten of dichter bij elkaar. Dat is afhankelijk van natuurlijk hoe ver je met je handen, met je ellebogen wil reiken. Goed, ik denk dat zo alles een beetje was.